Vijf kamers op de kinderafdeling van het diaconessenhuis hebben een renovatiebeurt gekregen en zijn opnieuw ingericht. De Republic Bank heeft deze donatie gedaan. Met hun Power to Make a Change programma is de Republic Bank blij dat zij het ziekenhuis heeft kunnen ondersteunen met deze renovatie. Algemeen directeur van het Diaconessenhuis, Nicole de Bel, is dankbaar dat de bank gehoor heeft gegeven aan het verzoek om dit project voor het ziekenhuis te realiseren. Voor het ziekenhuis betekent het dat wij nog meer gespecialiseerde hulp kunnen bieden. Zeker op een kinderafdeling. Daar waar kinderen eigenlijk geïsoleerd worden verzorgd en verpleegd, is het dus voor het ziekenhuis van groot belang dat die kinderboxen zijn gerenoveerd. En dat zeker met toedoen van de Republic Bank. Is dat voor ons een buitengewone donatie waar wij ook heel erg trots op zijn. De pers mocht een kijkje nemen op de kinderafdeling. Om privacyredenen mocht echter niet in elke kamer gefilmd worden. De Bel vertelt wat het ziekenhuis nog wil doen in het komend jaar. Het diaconessenhuis is zeker van plan in 2017 de zorg nog meer uit te breiden. Maar dan gaat het vooral over gespecialiseerde zorg. Daar zijn we volop mee bezig om te bedenken binnen de organisatie welke strategische koers wij precies op willen. Dat doen we eigenlijk ook met alle mensen, met al onze collega's in het diaconessenhuis. Ik denk dat het goed is om ook maar meteen aan te geven. In Paramaribo zijn er 4 algemene ziekenhuizen, eigenlijk op een vierkante kilometer. En ik denk dat het goed is om te kijken hoe wij als ziekenhuis onderscheidend kunnen zijn van de rest. Nico de Bel, algemeen directeur van het diaconessenhuis. Hij sprak bij de oplevering van de herinrichting van 5 kamers op de kinderafdeling. Hij hoopt dat met de nieuwe kamers het verblijf van de kinderen in het ziekenhuis iets aangenamer wordt.